hun antwoord is. Dus ik zou de wethouder van Deventer willen vragen om eventjes als eerste het spits af te bijten. Fijn dat je mij laat beginnen. Beste mensen, als ik naar jullie kijk, zie ik dat jullie bezorgd zijn. Ja, logisch! En ik zie dat jullie boos zijn. Ja! En die zijn er ook! En dat kan ik me heel goed voorstellen. Want jullie hebben geen profijt gehad van al die jaren hoogconjunctuur en dan mag je de kosten van de crisis gaan betalen. En dat vind ik hartstikke oneerlijk. Beste mensen, het kabinet legt de rekening bij jullie neer en legt de rekening ook bij ons neer, bij de gemeente. Ook wij worden miljoenen gekort. Wij staan aan jullie kant. En ik hoop dat wij samen met jullie dit kabinet, deze regering, op andere gedachten kunnen gaan brengen. 22 maart daarna. Geen geld, ook scheiden. Wethouder, dank u wel voor deze reactie. Ik denk dat het goed voelt dat in ieder geval deze wethouder jullie ondersteunt. En ik zou nu de wethouder uit Apeldoorn willen vragen om ook een reactie te geven. Geen geld, scheiden. Ja, zeker. Actie. Het is goed dat jullie hier met z'n allen zijn. Daar wil ik mee beginnen. Dat geeft aan dat jullie bezorgd zijn, dat jullie boos zijn. En dat ben ik ook. En dat is Epe en dat is Heerde ook. Wij zitten met z'n allen, met z'n drieën in de Veluwe. En wij maken ons grote zorgen over... Even stil. Even laten uitpraten. Wij maken ons hele grote zorgen over wat er nu aan de gang is. Als gemeente hebben we bij de VNG aangegeven en het kabinet... We zijn tegen dit verhaal. We willen niet dat de mensen achter de graniums eindigen. We moeten met z'n allen ons stinkende best doen om te zorgen dat het kabinet op andere gedachten komt. Daarom is het hartstikke goed dat jullie met z'n allen op 22 maart naar Den Haag gaan. En wij zullen ook ons stinkende best doen om te zorgen dat de zaak anders wordt. Maar het is wel heel lastig met dit kabinet. Daarom actie en zorg dat het anders wordt. En wij gaan het op samen optrekken. En wij willen voorkomen dat de sociale werkvoorziening, de Veluwe, Salcom, Delta, dat het wordt afgebroken. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus... Tot...